Het voortraject bij de bouw van de brug over de Quarantijnrivier nadert haar afronding. Op de tweede ministeriële meeting, ditmaal in Georgetown, Guyana, heeft het ingenieurbureau WSP Caribbean de resultaten van de voorstudies gepresenteerd. Minister Riyad Noor Mohammed van Openbare Werken laat vanuit het buurland optekenen dat de plannen op schema zijn. Binnenkort volgt een vergadering waar op het niveau van staatshoofden besluiten zullen worden genomen. De technische details zijn inmiddels bekend. De beoogde startdatum voor de bouwwerkzaamheden is voor het einde van dit jaar. De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, Wopke Hoekstra, komt zaterdag met een privévliegtuig naar Suriname om de herdenking van 160 jaar afschaffing van de slavernij bij te wonen. Dit gebeurt op uitnodiging van de Surinaamse regering. De Nederlandse regering bood op 19 december excuses aan voor het Nederlandse slavernijverleden. Op 1 juli houdt koning Willem-Alexander een toespraak in het Oosterpark in Amsterdam. Hoekstra zal spreken tijdens het officiële herdenkingsmoment bij het standbeeld van Kwaku. Een delegatie van het Zuid-Koreaanse bosbeheer, Korea Forest Service, heeft een opwachting gemaakt bij president Chandrika Prasad Santokhi. De groep is hier om te praten over Surinames pogingen om carbonkredieten te verkrijgen, als ook om investeringsmogelijkheden te bespreken. President Santokhi bleef onder andere stilstaan bij de ontwikkeling van Surinames natuurlijke hulpbronnen en de noodzaak van carbonkredieten. Deze stap is volgens het staatshoofd nodig om niet meer afhankelijk te zijn van een enkele industrie en tevens om een duurzame economie te creëren.